Martel is de belangrijkste plaats op de Koosen. De antieke stad is nog vrij onberoerd door het toerisme en was ooit een voorname voorpost van de heren van het noordelijk gelegen Turenne. De heren van Turenne vonden het niet nodig om Martel te versterken, omdat het op een onverdedigbaar plateau gelegen was. Het stadje heeft dan ook geen kasteel. Tegenwoordig is Martel een levendig marktcentrum en de plaats waar regionale specialiteiten worden ingeblikt. In de 12e eeuw kreeg Martel een eerste ommuring en aan het begin van de 100-jarige oorlog een tweede. Van de twee omwallingen van het stadje is niet veel meer over. Waar ooit een gracht de vijanden op afstand hield, loopt nu een 850 meter lange ringweg om de oude stad. Alle hoofdstraten die in de oude stad in oostwaartse richting lopen, monden uit bij de Église Saint-Maur. De kerk is een gotisch godshuis met twee uitkijktorens. De klokkentoren is 48 meter hoog en wordt aan de basis geflankeerd door robuuste steenberen. Onder het portiek prijkt een Romaans timpaan waarop Christus zittend is afgebeeld.